Grote, hedendaagse, gekleurde kunstwerken sieren de tuinen van Paleis Het Loo wanneer we door de poort naar binnen lopen. Ze zijn opvallend nieuw en anders. Niet alleen voor mij, maar ook voor heel Paleis Het Loo. Voorheen stonden de tuinen van Paleis Het Loo in het teken van de 17e eeuw. Maar sinds kort worden er hedendaagse kunstwerken tentoongesteld van Daniel Liebeskind tussen de bloemen en planten. Het doel van deze tentoonstelling is om bij Paleis Het Loo, in de periode dat het paleis gesloten is in verband met de verbouwing en de uitbreiding, om iets extra's te bieden aan het publiek. Dus daarvoor heeft Paleis Het Loo de Amerikaans-Poolse architect Daniel Liebeskind uitgenodigd om speciaal voor deze tuin beelden te ontwerpen. Dus het was eigenlijk een paradijselijke tuin die vierde dat de mens macht had over de natuur. En Liebeskind heeft in zijn concept dus gezegd van, nou, daar vier je dat de mens macht heeft over de natuur in die 17e eeuw. Maar moet je kijken waar ons dat in de 21ste eeuw gebracht heeft. En in zijn concept, en dat heet The Garden of Earthly Worries, of de tuin van de aardse zorgen, heeft hij eigenlijk dus vier fragmenten van een wereldbol uit elkaar geplaatst. En die vier fragmenten zijn eigenlijk de meest belangrijke broeikasgassen die er zijn. Dus we kijken nu bijvoorbeeld op het rode beeld. Dat staat voor methaan, voor moerasgas. We hebben nog een blauw beeld, dat staat voor lachgas. Er is een geel beeld, dat staat voor ozon. En het groene beeld aan die kant staat voor kooldioxide. Naar aanleiding van de kunstwerken van Daniel Liebeskind zijn er ook speciale thema-bijeenkomsten georganiseerd. Daniel Liebeskind heeft eigenlijk met het inbrengen van dit concept Paleis Het Loo de opdracht gegeven. Zo van we gaan het in deze tuin dus hebben over het klimaatprobleem en over belangrijke veroorzakers. Wat wij dus weer geïnterpreteerd hebben, zo van dan is het wel heel belangrijk sowieso om dit uit te leggen. Dus we hebben een speciaal boekje gemaakt van klimaatprobleem, wat is het dan precies? En deze gassen, wat doen ze dan precies? En vervolgens ook bedacht van dan moeten we eigenlijk ook in onze programmering daar iets mee gaan doen. Dus afgelopen september was het de september tuinmaand. En hebben we ook voor het allereerst in de geschiedenis van Paleis Het Loo een soort van discussieplatforms georganiseerd. Met een aantal thema's die te maken dus hebben met het klimaatprobleem. Dus niet alleen hebben we voor de allereerste keer moderne beelden in de tuin. Maar ook voor het allereerst gaan we een relevante maatschappelijke discussie aan met onze bezoekers. Maar zouden er ook veel jongeren komen bij deze themabijeenkomsten? Vooral de eerste, daar kwamen ook nog wel een aantal jongeren op af. Dat zouden we graag ook meer zien volgend jaar als we opnieuw gaan programmeren. En we denken dat het feit dat we de donderdagmiddag hadden gekozen, dat dat natuurlijk wel heel erg bepaalt dat heel veel jongeren dan toch of naar school moeten of allerlei andere programma-onderdelen hebben. Dus dat je automatisch al een beroep doet op de mensen die al gepensioneerd zijn of in ieder geval niet hoeven te werken op de donderdag. Dus er wordt, we gaan nog evalueren, maar we gaan dus vooral kijken ook van als je op een ander moment in de week gaat programmeren, krijg je dan ook andere publiek.